U bent werkgever van een mooi bedrijf met leuk personeel. Maar er is één werknemer, daar heeft u kritiek op. Die functioneert niet goed en daar wilt u vanaf. Maar kan dat eigenlijk wel? Ja, dat kan. Maar het is wel van belang dat u dat goed voorbereidt. U kunt natuurlijk een hoop zelf doen, zoals bij de indiensttraining van de werknemer personeelsdossier aanmaken en daar alle gegevens en informatie over bewaren die over die werknemer gaan. Dus denk aan de arbeidsovereenkomst, functieomschrijving, maar ook bijvoorbeeld verlofaanvragen, waarschuwingen en dergelijke. Gewoon alles wat die werknemer betreft, dat slaat u daarin op. Als u als werkgever merkt dat uw werknemer niet goed meer functioneert, dan is het van belang dat u hem daar zo snel mogelijk op attendeert. En dat die werknemer in de gelegenheid wordt gesteld om zijn functioneren te verbeteren. Dat gaat door middel van een zogenaamd verbetertraject. En die werknemer moet dan ook daadwerkelijk wel de mogelijkheid krijgen om zijn functioneren in de loop van de periode te verbeteren. Dus dat kan niet in 1-2 weken, maar soms wel van 3 tot 6 maanden. Een beetje afhankelijk van de duur van het dienstverband. En zo'n verbetertraject, dat komt best wel nauw. Het is van belang dat daar heel duidelijk in staat opgenomen waar de werknemer nou eigenlijk niet goed in functioneert. Dus welke taken, welke verantwoordelijkheden, welke bevoegdheden. Eigenlijk heel specifiek wat er nou misgaat. En ook wat dan die werknemer moet gaan verbeteren en binnen welke periode. En als nou die werknemer alsnog niet dat functioneren verbetert, dan is het ook van belang dat een werkgever duidelijk maakt wat de consequenties daar eventueel van zijn. Dat zou natuurlijk een demotie kunnen zijn, een andere functie, maar ook beëindigen van de arbeidsovereenkomst. Tijdens dat verbetertraject zal met de werknemer op regelmatige basis moeten worden geëvalueerd. Denk hierbij aan wekelijkse of 2-wekelijkse gesprekken. Maar ik loop eigenlijk al een beetje op de zaken vooruit. Eerst zult u als werkgever goed geïnformeerd moeten worden over hoe je nu zo'n verbetertraject inzet en wat voor verbeterplan dan daarbij kan helpen. Herkent u zich hierin? Neem dan contact met ons op. Dan zullen we samen met u een verbeterplan maken, zodat het verbetertraject kan worden gestart.